Ik wil jullie vandaag een beetje techniek laten zien. En dat is dan de huidskleur die wij maken. Die maken wij van gebrande senna en wit. Ik zal even een beenschilder tekenen. Waarin ik laat zien hoe ik het licht en het donker verdeel over het been heen. Ik hoop dat jullie begrijpen dat dit een been is en een kuit, zoals wij ze bij de dikke dametjes doen. Ik neem iets gebrande senna en ik neem iets wit. Dat meng ik op mijn palet. Nou ja, palet. Het zijn bordjes die ik als de verf is opgedroogd eraf pel en hergebruik. Soms wordt die verf die eraf gepeld wordt ook nog weer gebruikt voor andere kunstenaars die sieraden daarvan maken of andere dingen mee doen. Maar ik maak nu dus de huidskleur licht en donker. Ik verf het been. Ik laat mijn penseel op het doek. Niet eraf halen en dan ongeveer tot de verf is opgebruikt. Nu gaan we punten. Ik noem dat punten, want de dikke kant van de kuit die naar jou toe kijkt, die moet lichten. Ik laat nu even zien dat ik aan de achterkant licht schep en aan de voorkant verder even niks doe. Achterkant licht. Ik schilder dus nu richting de iets donkere kleur, zodat het dikke van de kuit mooi licht blijft. Ik laat mijn penseel op het doek staan. Ik zorg ervoor dat ik niet te ver in het donkere ben gegaan, want anders lukt het niet. Ik ga hier weer de achterliggende verf gebruiken die nog in het penseel zit en ik schilder nu de andere kant af. Zo op deze manier krijg je diepte, ver weg en dichtbij. De randjes mogen dan wat donkerder, waardoor je een mooi been krijgt. Wat ik laat het penseel elke keer dus op mijn doek staan. De meeste mensen gaan dan de fout in door steeds het penseel eraf te halen. Niet doen. Gebruik je penseel helemaal totdat de verf ongeveer op is. En als je nieuwe verf bij moet pakken, geen probleem. De bovenkant van het been onder het rokje is natuurlijk wel wat donkerder. Want dat geeft een slagschaduw van het rokje of korte broek of wat ze ook aan mag hebben naar het bolle gedeelte van het been toe. Als dat niet in één keer lukt, wat hier dus het witte nog weer doorheen komt, moeten we weer voor een overgang zorgen. Dan pak ik dus iets een lichtere kleur. Ik punt weer, wij noemen dat punten, aan de bovenkant nu iets het donkere. Zet hem hier tegenaan, zodat ik een mooie regelmatige overgang krijg. Mijn penseelstreek is nu verkeerd, maar dat geeft niet, want ik corrigeer hem weer. Zo krijg je een mooi gevoel. Waarom schilder ik dit nu verticaal? Omdat als je het been zou aaien, aai je het van boven naar beneden. Daar moet je aan denken als je iets schildert van de mens. Hoe loopt het? En hoe strijk ik er langs? Het is makkelijk om te onthouden. Als ik langs dit been zou strijken, dan zou ik er zo langs heen gaan. Deze mag nog een keertje een laagje extra hebben. En ik kan zelfs ook nog een extra glimmetje op de kuit doen. Dat doe ik dan als ik mijn penseel even schoonveeg aan mijn doekje, wat meestal wel binnen handbereik ligt. Zet ik hier nu toch nog een beetje witte verf aan en geef hem nog een extra glansje. Nu ik dat gedaan heb, kan ik hem hier nog weer iets donkerder gaan maken. Wel weer uit laten lopen naar de goede kant. Nou, hopelijk hebben jullie hier wat van opgestoken over hoe je een been schildert. Dat was de verf nog een keer. Gebrande senna met wit. Ik zou zeggen, probeer het maar eens en tot de volgende keer.